Hebt u ooit gehoord van de legende van Sigurd en Gudrun? 800 Noorse verzen van ongeveer 1000 jaar oud. Het klinkt niet direct als een enorme kiosk rukken, maar niets is minder waard. Want de wetenschappelijke vertaling van deze tekst vliegt de laatste dagen als warme broodjes over de toonbank en is op de Engelse bestsellerlijsten de snelste stijger. Het zou misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat J.R.R. Tolkien tekende voor de vertaling. Decennia lang lag het boek te verstoffen in zijn nalatenschap in Oxford, maar onlangs besloot zijn zoon, Christopher Tolkien, het boek op de markt te brengen. Het zou de basis zijn voor zijn literaire schepping van de wereld van Midden-Aarde, waarin de Hobbit en de Ban van de Ring zijn gesitueerd. Daar gaan we over praten met René van Rossenberg van de Tolkienwinkel en het Tolkien Museum in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb het hier voor me liggen. U hebt het meegenomen. Hebt u het al gelezen? Ik heb het al gelezen, ja. Is het wat? Ja, het is fraai. Het is heel mooi. Ja? Je moet een liefhebber zijn van gedichten. En met name als je natuurlijk van de alliteratieve versvorm bent, dus beginletterrijm, dan is het echt prachtig om te lezen. Wat is dat beginletterrijm? Beginletterrijm is dus bruine boom, waaiende wind, dat soort dingen. Oh, ja. Als het beginletterrijm. En Tolkien heeft zichzelf extra moeilijk gemaakt, omdat hij zijn best gedaan heeft om zoveel mogelijk aan te haken bij de versie zoals dat in het Oud-Noorse is gedaan. Dat wil zeggen, dat heeft dus 8 regels waarin dus die alliteratieve versvorm steeds voorkomt. Maar goed, ik lees hier het begin, of dat zie ik niet. Je zegt er, of old was an age when was emptiness. There was sand nor sea nor surging waves. Daar zie ik niet veel beginrijm in. Ja, ze zitten er wel steeds in. Dat is dan sand en sea. Precies, en dan in de volgende regels komt weer een S terug. Surging waves. Precies, oh, oké. Okay, op die manier. Het, is, het zit wat gecompliceerder in elkaar, zoals op de eerste oog zou denken. Maar misschien kunt u zelf eventjes iets voordragen. Oké. Okay. Sorry. Want dan krijgen we een beetje een gevoel. Ja, ik had inderdaad de allereerste pagina opengelegd, dus altijd handig om met het begin te beginnen. Ja. Of old was an age when was emptiness, there was sand and nor sea, nor surging waves. Unwrought was earth, unroofed was heaven, an abyss yawning and the blade of grass. Dat is de eerste stanza en dan komen er nog iets van 800 meer. Waarom had Tolkien die vertaling gemaakt? Want het was dus voordat hij überhaupt aan zijn beroemde boeken begon. Klopt, ja. De man was filoloog van beroep, taalkundige. En een taalkundige wil de geschiedenis van woorden weten. En als je een Angelsaks bent, dan kom je dus al direct bij het Angelsaksisch terecht, bij het Oud-Engels, maar ook bij het Oud-Noors. Omdat het allemaal de basis zijn van de taal, zoals zij die ook nog spreken. Die talen die kennen wij omdat de verhalen opgeschreven zijn, over het algemeen zo in de 13e eeuw zijn ze opgeschreven, maar het zijn allemaal natuurlijk de orale tradities en verhalen die verteld werden. Dan, als je de Oud-Noors gaat bestuderen, dan kom je dus al direct met die Eddas terecht. Dat zijn dus die oude heldendichten en godenverhalen die uit die tijd stammen. Tolkien ging die bestuderen omdat hij in de taal geïnteresseerd was. Maar dan kom je dus ook direct met die mythen en legenden terecht. Dat vond hij zo boeiend, daar wilde hij een Engelse versie van hebben. Want de term vertaling is eigenlijk niet goed voor dit. Wat hij probeerde was daar een Engelse versie van te maken. Dus in het met best respect doen aan het Oud-Noors, maar wel in het Engels vertalen. En deed hij dat voor de lol of was het academisch werk? In principe deed hij dat voor zijn eigen plezier. Om gewoon meer die talen te snappen. Beter te begrijpen waar die verhalen precies om gaan en hoe hij dat moest duiden. Want hij heeft nooit de intentie gehad dit uit te geven. Maar hij heeft het wel mooi vertaald dus. Hij heeft het wel gedaan, maar puur uit hobbyisme. Eigenlijk alles is uit hobbyisme begonnen bij Tolkien. Want ook de Hobbit, dat boek waar hij dus mee begonnen is, en waar die boem sprak, dat was een verhaal dat hij zijn kinderen vertelde bij het verhalen, bij het verslapen. Ja, maar zo komen vaker natuurlijk boeken tot stand. Ja. Maar die legende, hè, van Sigurd en Gudrun, dat is dat verhaal van dat boek. Ja. Wat is dat voor verhaal? Het is een verhaal dat hij uit de Edda heeft genomen. En Sigurd is dan een held die een draak weet te doden. En neemt dan ook de schat van die draak mee. En goud is altijd heel lastig in de Noorse mythologie, want het is verdoemd. En die Sigurd is dan ook direct verdoemd. Hij weet de Valkuren te bevrijden. Ja. Brunhild, daar trouwt hij ook mee. En dan komt hij bij de prinsen terecht. Dat zijn de Nibelung. En daar komt hij een hof terecht vol intriges en met name de kwade stiefmoeder die erachter zit. Dat zijn verhalen die we dus kennen uit Wagner-opera. Dat is Wagner, ook, ja precies. Dat is in principe Wagner. In die zin dat Wagner naar dezelfde bron heeft gekeken toen hij zijn Ring des Nibelungen schreef. Ja, ja. Die heeft ook naar de Eddas gekeken. Alleen bij Wagner is het een zeer vrije interpretatie, omdat hij het alleen maar nodig had voor zijn libretto. Ja. Bij Tolkien is het, hij wil zo zuiver mogelijk bij de bron blijven. Tolkien was ook niet zo gecharmeerd van de interpretatie die Wagner ervan had gegeven. Nee, maar goed, laten we zeggen, het is voor mensen dus niet helemaal totaal vreemd.
Games. Dus ze kunnen daar veel... Oh, nee. Ik bedoel, Sigurd, dat is gewoon Parsifal. En zo gaan ze maar door. Maar nou wordt het dus gezegd, Tolkien heeft... En daarom, want het is dus echt een succes in Engeland, hè? Ja. Dat is toch wel opmerkelijk natuurlijk. Ja. En dat wordt verklaard, het feit dat er wordt gezegd... dat Tolkien zijn inspiratie hier uithaalde... voor de creatie van dat Midden-aarde uit de Band van de Ring. Ja, dat klopt. Maar klopt dat ook? Ik bedoel, hebt u dat zelf ook kunnen constateren? Die directe link is natuurlijk niet. Maar omdat Tolkien in die talen geïnteresseerd was... en hij dus ook in bestaande mythe en legende geïnteresseerd was... wil hij zoiets ook voor Engeland hebben. Want hij vond het zo teleurstellend dat... terwijl de Noren de Eddas hebben en de Finnen hebben de Kalevala... Dat Engeland zoiets niet heeft. Zo'n hele collectie van mythen en legenden voor Engeland. Dus dacht hij bij zichzelf, weet je wat, die ga ik gewoon zelf schrijven. Later heeft hij van zichzelf gezegd dat het eigenlijk een onzinnig idee was. Hoe kan je het in je eentje allemaal gaan zitten creëren... wat in werkelijkheid duizenden jaren of honderden jaren heeft over gedaan... om dat te ontstaan. Maar hij is toen aan gaan begonnen. En toen heeft hij gekeken naar zoiets als dit, als de Edda... van hoe zit zo'n verhaal in elkaar? Hoe kan ik dat... interpreteren en zelf maken. En daar heeft hij een hele collectie van gemaakt. En dat is dan de Silmarillion geworden, dat na zijn dood is verschenen. Mm-hmm. En dit verhaal van de legende van Sigurd... dat heet hem bij Tolkien het verhaal van Túrin Túrambar. Dat trouwens 2 jaar geleden ons een keer is uitgegeven. Dat heette De Kinderen van Húrin. Dat heeft een directe link met de aarde. Ja, maar laten we zeggen, die hele wereld van de Band van de Ring... ik denk dat is de wereld die mensen kennen al. Was maar vanwege de films die ze hebben gezien.